Ik heropen de vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT. En ik heet allereerst van harte welkom de heer Veldwijk. Wij kennen elkaar. De commissie kent u ook, omdat u tot het najaar van 2013 lid was van onze klankbordgroep. Die heeft meegelezen en meegedacht. En als dat niet het geval zou zijn geweest, dan zouden we u ook wel kennen van diverse publicaties en interviews die regelmatig verschijnen met en door u. De commissie kent u dus. Het verhoor zal vandaag voornamelijk door de heer Van Meenen en mevrouw Bruinslot worden afgenomen. De heer Ulebelt en mevrouw Fokke en ikzelf doen natuurlijk ook een beetje mee. Eerst even om u een beetje te introduceren. Ik moet even vertellen dat we u geen vragen gaan stellen over het project werk.nl. Want dit project onderzoeken we ook, maar u bent daarbij betrokken. U heeft een contract getekend, nou, dat begrijpen we, maar er blijft nog genoeg over om met u te bespreken. U slaat vaak flink op de trom, omdat u bestaande misstanden in ICT-land bij de overheid wilt aankaarten. Waarom doet u dat eigenlijk? Poef, dat is meteen de moeilijkste vraag die ik me kan voorstellen dat u me zou stellen. Die krijg ik dan als eerste. Heeft u die vast gehad? Dat is een heel complex van reden. Het is ook niet alleen ik, maar het is ook mijn bedrijf. Dus dat maakt de zaak nog een stukje complexer. Als je een paar dingen eruit ligt. Wij zien gewoon dat het overheidsdeel van onze markt, dat de laatste 10, 15 jaar echt hollend achteruit gaat. Dat het gewoon niet meer een omgeving is waar wij ons happy voelen als bedrijf. En dan kun je zeggen, nou, ik ga ergens anders heen. En daar waren we ook wel mee bezig. En toen werden we op een gegeven moment in 2007 bij een totaal uit de hand gelopen project gehaald. Van het UWV, het andere UWV. En dat hebben we toen tot een goed einde gebracht. En de reacties daarop, die waren zo heftig en extreem. Dat ik dacht, wat is hier verschrikkelijk. Nog veel erger een mis dan ik ooit gedacht heb. Ja, en de rest is geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Beschrijft u eens in 20 seconden wat daar dan zo vreselijk was dat u besloot, nu moet ik ook vaker gaan vertellen dat er dingen fout lopen bij die overheid? Nou, ook dat is best moeilijk, want het is eigenlijk, je doet dit niet als IT-bedrijf. Hè? Het is echt ook commercieel killing natuurlijk, normaliter. Eigenlijk wat er gebeurde is, we hadden dat systeem, was eerst een systeem gebouwd door Capgemini. Het officiële plaatje was 270 miljoen, mevrouw Wildvang zei 400 miljoen. Het zegt iets over, noem maar een bedrag, iets heel groots. En wij hebben dat toen in zeer korte tijd en tegen zeer lage kosten gebouwd. En vervolgens merkten we gewoon dat we vooral vijanden hadden gemaakt. En dat ging echt heel ver. Dat ging echt gewoon vanuit de top van UWV destijds. Ik hecht eraan te melden dat die mensen er allemaal niet meer zitten. Werd er op een gegeven moment echt gewoon, werden echt andere overheden gewaarschuwd. Geen zaken doen met die jongens. En dan is het toch een situatie van vechten of vluchten. En toen hebben we gekozen voor vechten. Nou, u heeft ook in een van die publicaties gezegd, bij de overheid geldt liever geldverlies dan gezichtsverlies. Ligt u dat eens heel kort toe? Nou, ik heb de indruk dat heel veel mensen die u gehoord heeft al dit soort dingen gezegd of onderbouwd hebben. Maar inderdaad, de weg van de minste weerstand is in bijna alle gevallen, gooi er maar meer geld tegenaan. Heel cynisch, maar ja, als je zegt van ik ga voor het goede resultaat, ja, dan is je houdbaarheidsdatum heel vaak niet zo heel lang. En dus ik heb ook helemaal geen moreel oordeel over wat mensen doen. Zo langzamerhand begrijp ik heel erg goed hoe alle actoren doen wat ze doen. En ik begrijp ze, en het is logisch. Vandaar dus ook dat. Vind je het goed als ik een voorbeeld geef? Ja. Wat je ziet is ook dat de mensen die u hoort, die zeggen bijna allemaal dingen waarvan ik zeg, ze zijn waar. Er zijn maar weinig dingen waarvan ik zeg, die ben ik niet mee eens. Maar juist dat is zo verontrustend. Dat overal zitten er dingen die niet lekker zijn. En het is allemaal waar. Dus er zit er iets dieper niet goed. Pak ik één voorbeeldje. Want heel veel mensen die u hoort praten in termen van symptomen. Professor Mulder, zegt de eerste dag van ja, je moet projecten in kleinere stukjes opknippen. Nou, dat is een klassieke, dat is overigens helemaal geen nieuw inzicht, maar ze worden vaak te groot aanbesteed.
En vervolgens is mijn constatering van, nou, dat zie ik nou helemaal niet. Je ziet heel vaak dat dingen juist in stukjes opgeknipt worden. Een van de grote problemen is dat als je dingen in stukjes opknipt, dat ze de eerste jaren met de makkelijke dingen gaan beginnen en de moeilijke dingen op het eind zetten. Dus je kunt op basis van de adviezen die je krijgt van deze deskundige mensen, kun je allemaal dingen zeggen die goed zijn, maar die veronderstellen dat de mensen, de actoren, werken naar een goed resultaat. En als dat niet zo is, zijn er een heleboel dingen die hier gezegd worden, leiden tot precies het tegenovergestelde wat je wil. Gaan we het allemaal over hebben. Nog één ding. U bent buitengewoon kritisch, maar de feiten geven mij ook in te zeggen. U heeft ook jarenlang gewoon meegegeten uit de ruif, hè? Ja, dat klopt. Ik kan van mezelf zeggen dat ik heb in 2004 heb ik tegen mijn partners gezegd, ik werk niet meer voor UWV. Na een hele vervelende ervaring. En we als bedrijf verdienen we toen nog heel erg veel eraan, moet ik zeggen. Dus ik doe er persoonlijk daar niet meer aan mee. Ja, op een gegeven moment werd er toen gebeld van, het gaat fout, kun je helpen? Daar was ik toch niet zo principieel, maar daar schaam ik mij niet voor. Dat is de vraag niet, het is gewoon een constatering. Nee, maar het is waar. Het is, kijk, het probleem is natuurlijk altijd van, je krijgt een vraag. Die vraag heeft betrekking op jouw expertisegebied en die probeer je dan in te vullen. En je bent niet ingehuurd om een organisatieadvies te gaan geven of te gaan zeggen van dat management deugt niet. Of normaliter, in normale omstandigheden doe je gewoon je werk. En ga jij niet ergens op de achtergrond de regie zitten te voeren, heb je andere mensen voor. Meneer Van Meenen. Ja, meneer Veldwijk. U publiceert het nodige, u schrijft blogs, u heeft een website van uw bedrijf en u schrijft over het falen van ICT-projecten. En over het algemeen is het oordeel over zowel de overheid als ICT-leveranciers negatief. U heeft het zelfs over een faalindustrie. Ja. Hoe komt u tot dat oordeel? Kunt u dat ons toelichten? Nou, het is dus inderdaad de faalindustrie. Dat doelt op het verschijnsel dat ja, er vrij permanent gefaald wordt. Nog veel vaker dan je ziet overigens. De overheid is minder transparant dan sommige van de mensen die hier zitten zeggen. Er wordt heel erg veel gefaald en vervolgens komt iedereen daar goed vanaf. En je ziet ook gewoon dat als je op een gegeven moment ziet, pak maar het voorbeeld van dat systeem van Capgemini van 200 zoveel miljoen. Als je gaat kijken naar de specificaties die daar lagen, dat was gewoon waanzinnig. En die had Capgemini niet bedacht, die had UWV bedacht. En dus die mensen zijn niet onbekwaam hoor. Er is helemaal niemand onbekwaam. Vervolgens toen wij binnenkwamen zeiden we van, oké, wat is allemaal niet nodig? Hè? Er was in 2007 toen 6 miljoen mensen geen toeslagen van de Belastingdienst konden krijgen. Toen hebben we alles geschrapt wat er niet nodig was en toen bleek er maar heel weinig over te blijven. En dan ga je dus denken van, ja, er is hier een soort mechanisme gaande, dat iedereen altijd bezig is om dingen complexer en complexer en groter te maken. En eigenlijk, als je erover na gaat denken, heeft iedereen er ook belang bij. En als je dingen heel groter en groter en moeilijker gaat maken, zelfs als het niet je bedoeling is dat ze mislukken, gaan ze heel vaak mislukken. En dat kun je met één populistische term als faalindustrie aanduiden, denk ik. Ik denk dat het op zich wel een passende term. Even voor de helderheid, als u zegt dat iedereen er belang bij heeft, bedoelt u dus niet alleen de leveranciers? Nee, dan bedoel ik inderdaad alle partijen. Ja, je kunt met abstracte partijen zoals burgers en belastingbetalers of zo komen, maar iedereen die echt in dat systeem zit, heeft op dat moment er een belang bij. Ja. Dus ook van de kant van de overheid? Dus ook van de kant van de overheid. Kunt u daar iets op doorredeneren? Ja, waar dat belang dan zit? Ja, dus het is dus niet zo. Ik verzet mij tegen de beelden die geschetst worden van, goh, wat zijn die ambtenaren incompetent? Ze zijn hartstikke competent, alleen op andere gebieden. En ik verzet me ook tegen de gedachte, die nog niet uitgesproken is, van er zit een of andere kwade genius om daar projecten te laten mislukken. Het is echt een systeemprobleem. Er zijn allerlei actoren die daar logisch handelen. En dan is dit de uitkomst. Even een precieze vraag. De vraag was of u iets door kunt gaan op het belang dat er dan aan de kant van de overheid zou zijn. Ja, in die faalindustrie. Ja, het belang van dat verschilt heel sterk. Ik heb natuurlijk in mijn brief aan u heb ik over twee projecten heel concreet gesproken. Eén daarvan was heel extreem, dus dat zie je niet zo vaak. Maar het is daarom zo'n mooi voorbeeld. Dat inderdaad het UWV een WIA-systeem moet bouwen. Dat is een systeem wat alle uitkeringssystemen moet gaan vervangen. En terwijl UWV daarmee bezig is, zegt uw Kamer,
Nou, als UWV dat straks gebouwd heeft, dan mogen de gemeenten straks gaan uitvoeren. En ik kan me herinneren dat ik het verhaal hoorde en dat wij echt tegen elkaar zeiden als collega's van dit project gaat niet slagen. En dan denk ik zelf persoonlijk dat je die mensen niet eens veel kan verwijten. Ik vind het zo logisch handelen en begrijpelijk en niet sinister. Goed. U heeft u een aantal keer meegemaakt dat uw bedrijf werd ingeschakeld om de boel op te ruimen, zal ik maar zeggen. En alsnog, u heeft net ook al een voorbeeld gegeven, een project dat dreigde te mislukken, alsnog tot een goed einde te brengen. Dat is u ook gelukt, bijvoorbeeld in het geval van de polisadministratie. En dan doet u dat snel en tegen veel lagere kosten dan... Kunt u met ons delen hoe u dat doet? Wat gebeurt er dan, wat er daarvoor niet gebeurd is? Nou, dus daarvoor is er een heel complex ontwerp en daaromheen ook een hele complexe organisatie. Met heel veel schakels en lijnen en coördinatoren. Ik ben overigens geen insider hoor, dan zou u mevrouw Wildvank nog een keer terug moeten vragen. Maar het is in ieder geval heel groot en meeslepend en complex opgezet. Wat je ziet is ook heel sterk dat in zo'n moeilijke situatie, waar het toch gevaarlijk is en iedereen in de aanbestedende organisatie dat ook wel weet, dan zie je dat er op allerlei strategische plekken worden externe neergezet. In dit concrete voorbeeld was er een nieuwe divisie opgezet. En was ook gewoon extern management aangetrokken. En pas op het moment dat het allemaal dan gelukt of mislukt is, dan daalt gewoon het normale management weer af. Dat zie je voortdurend, dat traject. Ik heb ook een aantal van die voorbeelden beschreven in mijn brief. En ook dat is logisch. Daarmee vermijd je risico's voor jezelf. Vervolgens toen het fout ging, waren de eerste aantal facties die ons niet binnen wilden laten. En toen het toch gelukt was, hebben we denk ik... Nou, dik jaar hebben we gewoon zonder enige materiële vorm van management ons werk gedaan. Er lag gewoon een bak met een aantal terabyte aan data. Er lag een stuk wetgeving. En gewoon lekker technisch aan de slag. En niemand viel je lastig. En daarna werkt het. Even tussendoor. U refereert nu voor de tweede keer aan een brief die u de commissie heeft gestuurd. Die brief hebben wij niet openbaar gemaakt. Ja. Dus als u de voorbeelden daaruit gewoon even toelicht, dan weet ook iedereen die met ons meekijkt waar het over gaat. Ja, ik... En van mening. Ja. Zullen die brief overigens online zetten? Volgens mij is dat ook net gebeurd, want we hadden al zo'n vermoeden dat het toch weer onvermijdelijk was dat we erover zouden komen te praten. Het ging specifiek over twee projecten van het UWV. In de periode, nou zeg maar 2002-2008. De ene ging om het herautomatiseren van alle uitkeringssystemen. En het andere ging over de automatisering van de loonaangifteketen. Bijna niemand weet dat UWV iedere maand 20 miljoen... loonaangifte van burgers en mensen die illegaal werken krijgen. En als je bij het UWV aanklopt en je komt binnen, dan met een druk op de knop berekenen ze je uitkering. Dat systeem is de polisadministratie. Ongeveer. Ja, dus even kort gezegd, waarom lukte het u nu wel wat daarvoor niet gelukt was? U beschrijft dan dat u eigenlijk gewoon het systeem ging maken in plaats van... Ja, alle onzin eraf, daar hou je ontzettend weinig over. In dit geval valt het zich niet dat al. Je kunt nooit generaliseren. Dus zelfs dit niet. Maar er blijft dan heel erg weinig over. Bleek vervolgens ook dat ook daar weer de organisatie en of Capgemini, de volgorde weet ik niet. Die hadden uiteraard eerst alle makkelijke dingen gebouwd en toen de moeilijke dingen. Zoals altijd. Een ander woord naast de faalindustrie waar u dit debat, deze discussie mee verrijkt hebt, dat zijn de suikerooms. Waarom vindt u dat er bij de overheid suikerooms zitten? En wat zijn dat? Ja, suikerooms, ik heb daar een blog over geschreven inderdaad op e-bestuur. Daar kan ik alle geïnteresseerden naar verwijzen. U heeft een selectie van projecten gemaakt. Zes faalde in uw ogen, ook die van mij. En één geslaagde. En je ziet dus dat die zes projecten, kun je bij bijna al die projecten gewoon hele interessante financieringsstructuren zien. Dat de partij die baat heeft bij het systeem, niet de partij is die de kosten voor het systeem betaalt. Dat komt met speciale gelden vanuit het ministerie. Ja, je kunt professor Heertje hier aan tafel zetten en je kan je nou uitleggen dat inderdaad dat hele ongewenste toestanden gaat leiden. Want de partij die het nut heeft, die kan vragen wat hij wil, want het kost in essentie toch niks. En het ministerie probeert ook afstand te houden natuurlijk, want die willen... En die funden, dus ja, die zijn
op een bepaalde manier chantabel, hoewel ik nog nooit gezien heb dat ze het erg vinden. Je vraagt dan gewoon om overspecificatie, uitloop, complexer, flutfunctionaliteit die iemand wil. Dat zie je ook gebeuren. Mevrouw Bruinslot. Waarom heeft u zegt net in de tussenzin, de ministeries, de overheid zijn op een bepaalde manier chantabel. Ik heb nooit gezien dat het zo echt is. Maar volgens mij vinden ze het ook niet erg. Waarom vinden ze het niet erg? Ja, ik heb natuurlijk veel minder verstand van ministeries dan bij de organisatie. Maar je ziet allerlei dingen die je moeilijk kan verklaren. Dus ik kijk van buiten, ik kijk naar hoe mensen gedragen. Ik ga er altijd vanuit, ik kom nooit domme mensen tegen. In ieder geval kom ik geen grote groepen domme mensen tegen. Ik kom alleen maar mensen tegen die verschrikkelijk slim zijn in mijn carrière. Als je bijvoorbeeld nu ziet hoe makkelijk... Bijvoorbeeld, we hebben een aantal bij UWV, bij zeg maar de uitkerings-UWV... zijn er een aantal grote projecten misgegaan in het eerste decennium van deze eeuw. En vervolgens wordt er gezegd... Oké, jullie mogen het CWI overnemen, de Centraal Verwerken en Inkomen. Fusie natuurlijk, maar feitelijk een overname. Oh, en nu mogen jullie een nieuw groot systeem gaan bouwen. Dan denk ik bij mezelf, hoe is dat nou mogelijk? En dan ga ik natuurlijk vragen om me heen. Dat is allemaal hearsay hoor, maar dan praat ik met iemand die zowel UWV heel goed kent als het ministerie. En zeg, hoe is het nou mogelijk dat dat gebeurt? Hoe is het nou mogelijk dat de Raad van Bestuur, dit huis nu weg hoor, gewoon blijft zitten na een 500 miljard schade? En dan is het antwoord, ja en nee, ze vinden hem gewoon aardig. Wat voor iemand spreekt u dan? Wie is dat? Dat is iemand die zowel voor UWV als voor het ministerie heeft gewerkt als beleidsambtenaar. Dus echt een insider in beide organisaties. Maar u kunt niet zeggen wie dat is? Niet hiervoor. Ik geloof niet dat het schokkend is, maar liever niet. Ik wil het wel zelf. Nee, maar omdat we natuurlijk willen voorkomen dat er allerlei beelden ontstaan zonder dat namen en rugnummers genoemd gaan worden. Dan is het hearsay, maar laat het dan maar. Maar dan een ander voorbeeld, heb ik ook uit die hoek gehoord. Nee, maar zo werkt het niet. Hearsay en laat het dan maar, dan is het voorbeeld niet van waarde. Dus nee, daarom, ik trek het terug. Maar het kan ook iets zijn dat u gehoord heeft en dat u interessant genoeg vindt om ons te melden. Maar dat is natuurlijk merkwaardig dat iemand mag blijven zitten na door u beschreven debakels... En dat dan zou zijn, louter omdat hij zo aardig is, toch? Ja, maar daar heeft u geen anekdotes van mij voor nodig. Hoe is het mogelijk dat iemand die gewoon voor honderden miljoenen, gewoon zichtbaar, is allemaal in de Kamer besproken, schade veroorzaakt, gewoon blijft zitten? Ik kan allerlei hypotheses bedenken, maar... Maar dat is misschien wel aardig, want daar wil ik op zich wel een naam noemen. Zeg maar, die hele loonaangifteketen is dan bijvoorbeeld bedacht... door een volgens mij vrij briljante beleidsambtenaar. Ik geloof die meneer Rovers heet. En er zat Sociale Zaken en Werkgelegenheid... enorm hoop deskundigheid. Een aantal, in mijn ogen, dus heel briljante beleidsambtenaren. En wat ik begrijp is dat die mensen allemaal verdwenen zijn. Die meneer Rovers zit nu bij het UWV. En dan vraag ik van, waarom daalt zo'n man af naar het UWV? En dan krijg ik antwoord, weer hier C-verhaal hoor, maar kan je controleren natuurlijk. Ja, er moest gerouleerd worden. Die beleidsambtenaren moesten zich bezig gaan houden met dijken. En dan denk ik bij mezelf, wat voor... Het is hearsay. Misschien is het allemaal niet waar, maar dit zijn de verhalen die ik hoor. En het verklaart wel wat er gebeurt. Maar waarom het gebeurt, wat de denkprocessen zijn die tot zoiets leiden, vraag het mij niet. Een ander voorbeeld wat u zo net aandroeg toen u bij de introductie... was over de Polisadministratie. U bent daar naar binnen gehaald om gewoon de rotzooi op te ruimen. En u heeft in een korte periode heeft u ervoor gezorgd dat er uiteindelijk een werkzaam iets lag, om het zo maar te zeggen. Maar u gaf zo net bij de introductie aan dat dat eigenlijk het feit dat u het opgelost had voor weerstand in de organisatie zorgde. Ja. Kunt u daar iets meer over toelichten? Ja, ik moet zeggen dat wij toen echt alleen maar bezig waren met dat systeem realiseren. Dus totaal geen omgevingsawareness hadden. Maar we gingen gaandeweg, merkten we wel, dat we gewoon... dat we niet populair waren. En op een gegeven moment heb ik toen eens gevraagd van... want het project van Capgemini liep op dat moment ook nog gewoon door. Het was wel beleid dat het zou stoppen, maar het liep wel gewoon door. Dus de hele organisatie was ingericht en geschaald op dat project van Capgemini. Daar zaten al 200 man op te werken aan software in India, waarschijnlijk. En er waren uitgebreide en complexe processen op bedacht. En ja, wij hadden een systeem gebouwd met 8, 9, 10 mensen, afhankelijk hoe je precies telt, in 5 maanden tijd. En onze stelling was, ja,
dat systeem kan je met niet veel meer dan 10 mensen gaan beheren, anders kan je het niet uitleggen. Nou, ik heb op een gegeven moment toen in maart 2010 heb ik eens een telling gemaakt, ongetwijfeld onvolledig. Toen kwam ik ruim in de 60 fulltime mensen. Die gewoon bezig waren met allemaal vage dingen rond dat systeem. En op dat moment gebeurde er vrijwel niks meer aan softwareontwikkeling. Dus ja, je ziet gewoon dat mensen op dat moment van de ene tak in de boom naar de andere tak in de boom gaan. En als dat eenmaal gelukt is, dan wordt dat systeem wel geaccepteerd. En wat op een gegeven moment bijzonder naar was ook, is dat er op een gegeven moment ging het gerucht dat de directeur van UWV Gegevensdienst, onze opdrachtgever zeg maar, dat een politieke keuze was geweest om niet te kiezen voor het systeem van Capgemini, want dat zou nu ook wel werken, maar voor dat systeem van Occam. Ja, en dat maakte ons leven helemaal onmogelijk, want dan op dat moment. Dus het was echt een verschrikkelijke plek om te werken op dat moment. En uiteindelijk staat het systeem er nog steeds, maar er is het laatste. Toen ben ik gaan tellen, zei van jongens, iedere 3 maanden geven jullie evenveel geld uit aan het beheer en exploitatie van het systeem dat de hele bouw gekost heeft. Dat kan gewoon niet. Dat vonden zij wel. En dus de weerstand kwam van de top van het UWV, kwam van de collega's van Capgemini en vanuit de directie waar u werkte. Is dat een goede samenvatting? Nee, van Capgemini niet. Die hebben we toen niet gezien. Die zou op de achtergrond gebeuren er vast allerlei dingen, maar die hebben we niet gezien. De directie van UWV Gegevensdiensten, de mensen die er al zaten, die waren wel positief, want we hadden hun ook echt wel gered op dat moment. Dat is ook wel tegen ons gezegd. Nog steeds onverklaard hadden we een hele grote vijand gemaakt in de Raad van Bestuur. De IT-verantwoordelijke, meneer Jongen, wat ik al zei, die zit daar niet meer. En verder, zeg maar, de middenmanagementlaag, alle coördinatoren en testers en ik noem ze para- en pseudo-ICT'ers. Dat zijn jouw vrienden niet. Want in het vervolg daarvan, u levert een werkend systeem op. Maar als ik het goed begrijp, was er enige tijd later sprake ervan dat uw systeem door het UWV ontmanteld zou worden. Klopt dat? Nee, niet helemaal. De software was ook gebouwd met onze eigen tooling. Emeritus professor. Wij komen niet met lege handen. Wij hebben heel veel systemen gebouwd. En alles wat gewoon herbruikbaar en goed is, dat proberen we gewoon mee te nemen naar de projecten van onze klanten. En dat is handig, want dan begin je niet bij nul. En daar heeft men toen alles aan gedaan om dat eruit te halen, zonder dat het gelukt was. En wat vervelend daarvan is niet alleen dat, maar ook het feit dat allerlei, in mijn ogen, heel belangrijke functionaliteiten van een systeem nooit benut zijn. En dat neem ik ze kwalijk. En dat is alleen maar om even bevestigen dat hier ook nog een geschil met UWV over dit voorval loopt? Nee hoor. Oké, dat is wel helemaal uit de wereld. Tegendeel, op een gegeven moment, ik weet niet waarom, maar iedereen was bijna weg. En er kwam een nieuwe raad van bestuur. Op een gegeven moment hebben we gezegd van zullen we eens op de tafel gaan zitten met de nieuwe directie en de nieuwe CIO. U weet dan, de CIO is ook niet meer uitleggen nu. Het gaat niet zozeer omdat wij dat weten. Het gaat erom dat we zoveel mogelijk willen dat alle Nederlanders begrijpen wat we hier bespreken. Dat is de reden waarom we dat zo doen. Gaat u verder. Ik buig het hoofd. Tuurlijk. Er zat een nieuwe divisiedirecteur en er zat een nieuwe ICT-baas. Die had er allemaal helemaal niks mee. Die wilde verder. Het was nog veel complexer, want men wilde ons er wel uit. Maar het kon niet zonder ons. Dus op een gegeven moment is er gezegd, kunnen jullie een beheerbedrijf oprichten? Dus ik werd op een gegeven moment van lokaal actief ICT-ondernemertje, werd ik groot aandeelhouder van een beheerbedrijf. Dat is mij uitstekend bevallen. En nu ligt het weer bij Capgemini. En kennisoverdracht heeft niet plaatsgevonden. Full circle. Dus daarmee is de kennis die er dan uiteindelijk is, wordt dan ook niet gedeeld? Nee. En om daar een vervolgvraag op te stellen, van u heeft toen uiteindelijk problemen van Capgemini opgelost. Is Capgemini daarna nooit meer door UWV ingehuurd? Of hebben ze vrij snel daarna toch weer een opdracht gekregen? Ze hebben geen enkele schade opgelopen die ik heb kunnen zien van deze faal. Net zoals Logica, CGI nu, dat ik kan zien enige schade opgelopen heeft van deze faal. Dat bedoel ik ook dus met de verkeerde incentives. Het is ook vanochtend even aan de orde geweest, het kleine stukje wat ik van meneer Leter zag, dat er gewerkt wordt aan past performance indicatoren. En zelfs als ze er zijn, is natuurlijk de vraag of ze toegepast worden. Ja, wat is de achterliggende oorzaak dat er geen enkele vorm van schade is geweest bij Capgemini?
of bij een andere aanbieder? Ja, wat ik gewoon zie is dat men zo snel mogelijk weer zaken wil doen met die kleine groepje grote ICT-aanbieders. Want dat is vertrouwd en dat is, kan je alles lekker heel groot opschalen. Want iedereen denkt groot. Dus toen we op een gegeven moment met dat beheer zijn begonnen, met dat beheerbedrijfje wat we opgericht hadden, toen heeft UWV meteen daarnaast een aparte ontwikkellijn opgezet, zodat ze er meer mensen op konden zetten, want wilden ze niet via dat bedrijfje laten lopen. Nou, als je aan meneer Leter vraagt wat hij daarvan denkt, zal hij daar vrij duidelijk over zijn. Dat moet je niet doen. Het is gewoon een way of life waarin dit soort... Eigenlijk de problematiek bij het blauwe deel van UWV, ik heb het dus niet over het werkbedrijf, maar over het blauwe deel, is dat het werk is grotendeels automatiseerbaar. En het is maar beperkt geautomatiseerd. En dat levert dus voor die organisatie een hele grote druk als het een keer goed geautomatiseerd zou worden. Dat WIA-project wat we noemden, dus berekeningen die ze gemaakt hebben, die organisatie die werd gedecimeerd. Er bleven gewoon hele afdelingen, die konden verdwijnen of er bleef 10% van de mensen over. En dat weet men natuurlijk ook wel. Dus een risico voor de overheid is op het moment dat zo'n ICT-project gewoon goed slaagt, dan betekent dat baanverlies. En mensen werken eigenlijk mee aan het saneren van hun eigen baan. Ja, en nog erger, in het geval van het WIA-systeem, hadden jullie als Kamer waarschijnlijk ook gezegd, de winstlieden die uit de Kamer voorkamen, zouden gezegd hebben van, nou mooi, dat is mooi, de vierde decentralisatie. En nu is zo'n organisatie is door niemand te hervormen. Zelfs niet door het eigen management, is mijn stelling. Ik zou die klus niet gauw aannemen. Dus dat is heel tragisch voor iedereen. Uiteindelijk ook voor die mensen. Laat dat duidelijk zijn. Niemand wint daarbij. Ik wil nog een korte vraag stellen over het voorkomen dat slecht presterende leveranciers opnieuw opnieuw een opdracht kunnen krijgen. U noemde zelf al zo net even past performance. Daar hebben we inderdaad nog geen goede Nederlandse term voor. Denkt u dat dat een oplossing is? Nee. Nee. Nee, want het is een oligopolie. Het zijn maar een paar spelers. Dus je komt altijd weer... Hè, wat wel werkt, is op een gegeven moment de dingen veel kleiner maken. Niet op de manier van professor Mulder, maar op de manier van Veldwijk. Eens een keer goed. In 2003 hebben we onze bedrijfsnaam veranderd in Ockham. Omdat we gewoon al die enorme luchtbellen zagen en dachten van... Je moet veel minimalistische systemen op gaan zetten. Dus dat is gebaseerd op Ockham's scheermes, filosofisch principe. En daar zit heel erg veel in. Want het grappige van het verhaal is natuurlijk, dan komen er opeens ook veel meer bedrijven in aanmerking. Dan zijn er opeens honderden bedrijven die een project kunnen doen. Alleen dat kan dan weer niet omdat de aanbestedingswetgeving of de interpretatie van de aanbestedingswetgeving dat weer in de weg staat. Het is een systeemprobleem, dus het is heel moeilijk om één gen te vinden wat je kunt vervangen en dat het dan gaat werken. Nog even, u zegt van in zo'n situatie als bij UWV is er eigenlijk uiteindelijk niemand die schade leidt. Iedereen komt er mee weg. Ja. Heeft dat ook nog iets met die suikeroomconstructie te maken? Tuurlijk, de kern is suiker. Het voedsel komt van de suikeroom. Ja. Leidt die overigens schade, die suikeroom? Wel, als het project gestaakt wordt. Dan komt er een memo, de organisatie in de ICT-afdeling. Dat is gebeurd in 2008 bij het staken van het WIA-project. We komen opeens enkele tientallen miljoenen tekort. Nou, dan snap je waar het geld heen gaat. Is dat überhaupt te voorkomen, zo'n constructie? Heeft u daar gedachten bij? Moet u daar iets over zeggen? Ja, je moet inderdaad zo min mogelijk diverse vormen van sturing hebben. Zoveel mogelijk eenduidige sturing. Accountability, dat is ook plus en min. Net zoals je zegt van hoe kan je een half miljard als raad van bestuurslid van UWV op je konto hebben staan en blijven zitten. Zo zou het omgekeerd ook moeten zijn dat mensen die echt iets moois neerzetten, dat die daarvoor beloond worden. Ook nog een puntje. Maar in beginsel niet... Wat je eigenlijk moet willen natuurlijk, is dat je gewoon zoveel mogelijk tegen een partij als UWV zegt. Je financiert dingen uit je exploitatie. Nou, dat werkt niet zo, dat snap ik allemaal wel. Maar dat is de gezonde situatie. Als dat niet zo is, moet je er in ieder geval voor zorgen dat de organisatie pijn heeft als iets mislukt. En dat is nu niet het geval. En waar zou die pijn uit moeten of kunnen bestaan in uw ogen? Dat de budgetten van de niet-ICT-afdelingen flink gekort worden als een project mislukt. Ja. Dat zou helpen.
Dat, maar los daarvan is het zo dat een matrixorganisatie, dus een aparte IT-organisatie, in een bedrijf wat eigenlijk alleen maar IT is gewoon niet handig. Ik wil graag met u naar een ander punt waar u ook al kritisch over bent. U bent een kritische geest. Namelijk het feit dat projecten vaak voor een vast bedrag worden aanbesteed en dan binnen de kortste keren uitlopen in wat we noemen een uurtje factuurtje. Ja. Kunt u de commissie uitleggen hoe dat in de praktijk werkt? Ik heb me nooit aan bezondigd, maar het komt in, wat je in essentie ziet is dat er komt een aanbestedingsdocument. Dat aanbestedingsdocument, dat is meestal geen ontwerp. Dat is heel vaak, wederom, ik draag me weer dat Polis-administratie geval voor, dat is allemaal nog van het internet te plukken. Dat is gewoon een orgie van ideeën van architecten. En dan moet een ICT-leverancier moet er al die hoepeltjes heen gaan springen. Kijkt u met dat in gedachten nog een keer terug naar, naar het verhoor van mevrouw Wildvang. Dan kun je dat ook heel mooi zien. En omdat er geen ontwerp ligt, zijn er ook allerlei grijze gebieden. Nou, die leverancier komt binnen en die zegt na 3 weken. Bij de Polis-administratie hebben ze volgens mij in een paar maanden tijd hebben ze helemaal. Niemand praat er meer over vaste prijzen of al dat soort dingen. Maar daar kun je stukken er wel van opvragen als je wil. Dan zegt men van, ja, dit is onduidelijk. En dan kan je ook best hard maken dat het onduidelijk is. Degene die de chantabele partij op dat moment na de aanbesteding, is de aanbestedende organisatie geworden. Die gaat nooit zeggen, we gaan de aanbesteding overnieuw doen. Het is niet alleen een kwestie van gezichtsverlies, dat is het ook. Maar het is ook een kwestie van, we zijn 9 maanden extra kwijt. Nou ja. Dat zie je dus voortdurend en overal gebeuren. Dat is echt standaardpraktijk. Kunt u er meer voorbeelden van geven dan de Polis-administratie? Ja, een ander mooi voorbeeld. Wel echt een tragisch voorbeeld, omdat daar wilde men echt wat innovatiefs doen. De modernisering GBA heeft men gezegd, we gaan niet een keer met 1 grote partij in C, maar een stuk of 8 grotere en kleinere partijtjes. En dan gaan wij met die partijen een ontwerp maken. En als die ontwerpen gemaakt zijn, dan kunnen we dat grote systeem in blokjes onderverdelen. En dan mogen die partijen daarop offereren in een concurrerende manier. Nou, dat is er gewoon nooit gelukt. Dus en ook al na een paar maanden wist iedereen dat het niet meer zou gaan lukken. En daarna wordt het gewoon een plat detacheringstraject. Enzovoort, 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 enzovoort. Ik wil toch wel 2 of 3 van die enzovoorts heel kort horen dan. Bijna al die projecten. Voorbeelden graag. Het VIA-project was, dacht ik, ook zo'n soort project. Bij mijn beste weten toeslagensysteem ook van de Belastingdienst. Het is heel normaal om dingen voor een vaste prijs aan te besteden. Soms wordt er gezegd van, we gaan het helemaal onder eigen regie doen. En dan willen we gewoon tarieven hebben, zeg maar. En als dat niet zo is, dan worden er meestal gewoon voor vaste prijszaken aanbesteed. Niet altijd. Goed, nou ja, uw stelling is dus, dit is standaardpraktijk. Dit gebeurt de hele dag. Laten we zo zeggen, een groter project waardoor een overheid fixed price wordt aanbesteed. Nou, grote project, miljoenen, hè, zeg maar. Eigenlijk bijna alle gevallen, als je gaat uitzoeken, zal dat gewoon een nakalkulatieproject worden. Dat is geen hearsay, kunt... Ja, dat is marktwijsheid, zullen we maar zeggen. Dat is echt, dus ook feitelijk na te gaan of het gebeurd is. Ja, dat is feitelijk. Maar wel oppassen, want voor hetzelfde geld zegt men, we gaan allemaal meer werk eromheen via een aparte... mevrouw Wildvang zei van, we hebben als Capgemini 40 miljoen omgezet op die Polis-administratie. Het zou mij verbazen, want er waren ook al die andere contracten waar ook allemaal Capgemini mensen op ingezet waren. Die zaten er vast niet bij. Dus oppassen, maar ja, in beginsel verifieerbaar. Goed, ik wil even met u naar de MGBA. Op basis van ons eigen onderzoek constateren we dat het budget ongeveer 3 keer over de kop is gegaan. Van 25,6 miljoen in 2007 naar 76 miljoen in 2016. Dat moet dus nog gaan gebeuren. En dat is dan exclusief de beheerskosten van de gemeente. Kunt u ons uitleggen waar deze toch omvangrijke kostenoverschrijding vandaan komt? Ja, ik denk dat ik dat wel uit kan leggen. Het is misschien toch goed om even wat losse opmerkingen te maken. Als een systeem heel erg veel duurder wordt in de bouw, is het meestal ook heel erg veel duurder in het beheer. Er stond een aardig artikel in de NRC over Speer bij Defensie. Dat is ook zo'n, ik ken het project zelf niet, maar
dan gaat niet alleen de bouw heel veel duurder worden, maar ook het beheer gaat heel veel duurder worden. Wat dat betreft denk ik er precies andersom over als mevrouw Sneller vanochtend. Hartstikke goed om eens uit te zoeken wat er gebeurt na die projecten. Alleen denk ik dat je precies het tegenover gaat zien als zij suggereerde. Waarom is het zo duur geworden? Ik kon het heel moeilijk aan mijn mond laten komen, want het is niet mijn verhaal. Maar het is, uiteindelijk zit daar hele zwakke leiding, heel veel onvermogen. En ook het tragiek was ook dat je als leverancier dus ook niet kon zeggen van ik ga jou nu wel helpen. Want er zaten 8 leveranciers die er aan het detacheren waren. Wij ook het, overigens. Dus wij waren een van die 8 leveranciers. Ik zat er zelf als externe expert bij. Ik zat niet in het project, maar aan het project. En wat je op een gegeven moment ziet, ik heb het 1 keer eerder gezien, lang geleden, dat op een gegeven moment als het fout gaat, dat zo'n project zich helemaal afsluit. En dan gaat het eigenlijk altijd fout. Dan wordt het een soort secte. Dat is ook daar ontstaan. En dan zie je aan de andere kant dat de opdrachtgever weer zoiets heeft van, nou, wij willen het ook niet precies weten. En op een gegeven moment krijg je dan de situatie van, ja, de tijd is op, het geld is op en we zijn voor 1/3 klaar. Waar ik geen moer in geloof, van geloof. En dan, omdat het IT is. En daar komt u als Kamer toch in beeld. Ik geef altijd als voorbeeld van, stel dat nu wordt de A4 wordt doorgetrokken. Stel dat de Rijkswaterstaat straks terugkomt met het verhaal van, van de 15 kilometer hebben we er maar 5 aangelegd. En de tijd is op en het budget is op. En vervolgens zeggen mensen van, nou, wil eens kijken wat er ligt. En dan wordt er gezegd, nee, dat mag niet, want het is geheim. En is hier op 7 november, kijkt u er nog eens een keer naar, is er een algemeen overleg. En er zitten 8 partijen aan tafel. En er is 1 partij die een kritische noot daarover kraakt, mevrouw van Torenburg van CDA. En die begint met te zeggen van, wat zitten hier veel mensen op de tribune dat dit onderwerp zo interessant gevonden wordt. Ik heb er helemaal niks mee. En dan denk ik, ja, daar zitten daar een heleboel ambtenaren mee te kijken. En die snappen die boodschap wel. En daar word ik heel erg bitter. Helder. Ik weet niet of daar nog vervolgvragen op zijn. Anders ga ik nog even. Ja. U heeft in 2012 op het congres ICT en Recht een presentatie gehouden waarin u heeft gesteld dat mantelpartijen, ja, dat die zeer hoge kosten maken om zo'n mantelpartij te worden, mag ik aannemen, en dan dat later dubbel en dwars terugverdienen. Ja. Nou, bent u bij de MGBA, is uw bedrijf 1 van die 8 mantelpartijen. Klopt dat beeld ook voor uw eigen bedrijf? Heeft u ook dubbel en dwars verdiend? Of hoe? Nee, zeker niet. Nee, maar ik moet ook echt nageven. Dat was echt een innovatieve aanbesteding. Dat is ook het tragische van het verhaal. Ik had zo graag gezien dat het goed was gegaan. Dat het een keer anders gaat en dan goed. Maar als het anders gaat, gaat het ook fout. Ik denk dat er van ons 2 manmaanden werk in gezeten hebben. Dat is helemaal niks voor een aanbesteding. En een van onze collega's heeft daar processen ontworpen. En die is op een gegeven moment verwijderd toen wij hebben na een jaar tijd, dus toen ging het echt zo fout, toen hebben we een brandbrief geschreven. Daar hebben we ook een gesprek over gehad met, ik denk dat u een bezit, anders kunt u van me krijgen. Toen hebben we echt gezegd, het kan nog gered worden het project. En toen was het verhaal van letterlijk, het is een politiek project, we hebben nu draagvlak, we gaan geen dingen veranderen. Echt letterlijk zo tegen ons gezegd, ook een gestel getuige bij. En daarna is mijn collega, een tijdje later is mijn collega aan het bureau geroepen. En ze zeggen, jullie zijn een niet loyale leverancier, je kunt vertrekken. Overigens is vanochtend door, ik geloof, meneer Leter gewaarschuwd voor mantelcontracten. Ik heb het helaas gemist. Hij zegt van, ja, dat is allemaal veel te groot, het is onhelder, ja, het past niet meer bij specifieke doelstellingen van individuele projecten vaak. Hoe kijkt u daarnaar in zijn algemeenheid, naar mantelcontract? Nou, in die presentatie waar u aan refereert heb ik dat als specifiek voorbeeld ook genomen, die wil ik toch even noemen. Dat je daar, dat het ook nog een keer corrupte verhoudingen uitlokt. Concreet bij, ik werd op een gegeven moment benaderd door een journalist die zegt, ik kan maar geen greep krijgen wat er bij dat C2000 gebeurt. Ik weet dat daar mensen ingehuurd worden door een ambtenaar die dan zelf opdrachtgever is. Maar het ging via de mantelpartij. Nou, die mantelpartij zegt, wij doen geen mededelingen. En het ministerie zegt van, dan moet u bij CGI zijn. En vervolgens worden die mensen wel allemaal netjes van het project afgehaald. Dus dat heeft dan toch een soort sfeer voor mij van,
Nou ja, dat klinkt dan toch corrupt. Dat zou je toch denken van... En uiteindelijk wordt dit soort dingen dus echt met de mantel der liefde bedekt, want men wil geen reuring. Goed, verder is het inkoopverhaal. Als je op een gegeven moment zegt... Mag ik nog even kort doorvragen op het... U zegt corrupt, dat is een hard begrip. Wat verstaat u precies onder die corrupte verhoudingen? Mantelconstructies faciliteren corrupte verhoudingen, omdat er een partij zit tussen de opdrachtgever en eronder zit een wereld van aanbestedende partijtjes. En we praten hier over Capgemini doet een project, CGI doet een project, Ordina doet een project. Wel, nee, als het grote projecten zijn, barst het weer van de ZZP'ertjes die ingehuurd worden, in heel veel gevallen. En kleine gespecialiseerde bedrijfjes, daar komen die mensen vandaan die wel wat kunnen vaak. En daar kunnen zich wel allerlei dingen gaan afspelen op dat moment. En je kunt zo morgen een IT-bedrijfje op gaan richten en je eigen mensen gaan verhuren. Dus en dat gebeurt. Dus de corruptie bestaat eruit, hè? Dat is dat mensen hun eigen vriendjes inhuren. Hun eigen mensen die op een eigen loonlijst staan. Dus dat, dus dan moet ik begrijpen als dat ik heb een bedrijf, ik krijg al betaald. En voor dat geld huur ik weer andere mensen in die ook eigenlijk tot mijn bedrijf behoren. En daarvoor krijg ik dubbel betaald? Nee hoor, nee, het is veel simpeler. Okay. Je bent ambtenaar. Je bent gewoon ambtenaar in een ICT-organisatie. En je richt ook een IT-bedrijfje op in je vrije tijd. En dan heb je wat mensen op de loonlijst staan. En dan zeg je tegen een groot IT-leverancier, die wil ik graag wel ingezet hebben. En u geeft net een concreet voorbeeld aan dat een keer gebeurd is. Is dat het enige voorbeeld? Nee, het voorbeeld zelf. Dit is weer een hearsay voorbeeld van een journalist, Sieber Sietsma van RTL. Ik heb gevraagd, mag ik het vertellen? Ja, ik mag het vertellen. Hij kwam er toch niet uit. Hij had er graag een uitzending van gemaakt, maar hij kwam er niet uit. Welk bedrijf het was? Nee, hij wist precies hoe het liep. Ja. Alleen hij kon het bewijs niet rondkrijgen. En om welk bedrijf ging dat dan? Het bedrijfnaam weet ik niet meer. Het ging wel over het BZK, P2000 salarissysteem. Het bedrijf weet ik niet meer. Bij UWV is hetzelfde gebeurd. Daar zat op een gegeven moment ook een hoge ICT-ambtenaar die zijn eigen mensen aan het werk had. Maar dat laat ook zien, dat is maar mooi, dat laat zien hoe gek dat grijze gebied is. Die meneer die had een eigen bedrijfje, die werkte daar gewoon, die zat op een gegeven moment, werd hij projectmanager. Toen ging hij dus al gewoon zijn eigen mensen inhuren. Dat was geen nieuws. Meneer RTL zou er nooit een uitzending van gemaakt hebben. Op een gegeven moment heeft minister Kamp toen gezegd, hogere managers moeten gewoon op de loonlijst van de organisatie voor ze werken. Toen hebben ze gezegd van meneer K, gaat u maar op onze loonlijst staan. En heeft meneer K gedaan. En toen was het opeens een corrupte situatie geworden. Ik vond het verschil niet zo groot. En zo zijn er legio van dat soort zaken. Dat laat ook iets zien over het ontbreken van de kennis binnen de overheid. Dit soort dingen weet iedereen. Dit soort dingen weet echt iedereen. Dat weet iedereen? Ja, honderden mensen. Dat wil ik wel een keer gezegd hebben. Op een gegeven moment toen na die RTL-uitzending heeft UWV echt schoon schip gemaakt. En dan heb ik ook van mensen ook wel teruggekregen van, ja, we zijn toch allemaal te gek dat we dit allemaal laten gebeuren met z'n allen. Dus er was ook echt een leermoment. Ik loop nu bij UWV rond, ik zie absoluut niets wat in de verste verte daar nog op lijkt. Dus kan wel. Maar de stelling was mantelcontracten, dat werkt slecht uit. Nou, toen draaide ik het gesprek een beetje andere kant op, over mijn excuus. Maar dat stond ook in die presentatie voor Informatica en Recht. En daarnaast is gewoon de vraag, wat is nou inkooptechnische zin om een mantelcontract te maken met een partij als Deloitte en nog 5 partijen, die helemaal niets aan toegevoegde waarde voor een project hebben en dan gewoon mensen mogen inhuren en inzetten. Wie wint daar nou bij? Nou, mijn collega zat daar voor €125 per uur bij ons en Deloitte legde nog 25, ander project hoor, EPD was dat, legde nog €25 op. Ik vond dat nogal onmatig tot me een keer verteld werd wat zo'n partij allemaal moet doen om zo'n mantelcontract te verwerven. Toen vond ik een hele redelijke opslag. En dan denk je weer, wat staat er nou allemaal voor ons met z'n allen tegenover dit soort constructies? Nou ja, niks, denk ik. Helder verhaal. Ik wil ook met u nog even kijken naar het kennisniveau van ICT bij de overheid. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk dat ik me op zich, als ik gewoon puur naar symptomen kijk, kan ik me wel aansluiten bij wat alle
alle andere mensen die ik hierover heb horen praten, horen zeggen. Alleen zeg ik er weer bij van, het is functioneel. Als jij op een gegeven moment met 80 man een polisadministratie zit te beheren, en al die mensen, ben ik echt van overtuigd, denken, ik ben hard aan het werk, dan moet je iets heel bijzonders doen in je organisatie. En wat ze doen, is processen in hele kleine stukjes knippen. Met heel veel dingen die niet goed gaan en weer gecorrigeerd moeten worden. En ja, als mensen met hele kleine stukjes bezig zijn, dan is het ook handig om hun kennisniveau laag te houden. Mensen met een hoog kennisniveau, die ergens op een heel klein dingetje zitten. Er zijn wat ICT-specialismen die uitzonderen. Maar in het algemeen gesproken, als je mensen op hele kleine stukjes werk zit te zetten, dan depriveer je ze. Dan haal je hun kennisniveau omlaag. En dat is met name datgene wat je de laatste 10, 15, wat ik de laatste 10, 15 jaar waarneem. Dat het kennisniveau Holland omlaag had. In dit soort hele grote processen waar ook iedereen het zicht op het eindproduct kwijt is. Kunt u voorbeelden geven van projecten waarbij het ontbreken van ICT-kennis bij de overheid een belangrijke oorzaak is geweest van het falen van het project? Of nee, dat kan ik niet. Nee, want het is een gevolg. Het is geen oorzaak. Het is nooit een oorzaak. Dus daar denk ik anders over dan al die andere mensen die u gesproken heeft. Ja, nooit. Het zal vast wel eens een keer gebeuren, maar Kijk, neem nou bijvoorbeeld weer zo'n partij als UWV, maar we kunnen ook over de Belastingdienst praten. Dat zijn partijen met hele grote aantallen architecten. En dat zijn echt hele slimme mensen. U heeft zelf een keer bij een interview van 15 oktober 2011 in de Volkskrant geschreven, bij de overheid zitten ICT-kneuzen. Ja, inderdaad. Ja, maar ze zijn op ICT-gebied incompetent. Maar voor het overige zijn ze hartstikke slim. Als u daar naar kijkt, dan zegt u eigenlijk van ja, er zitten wel slimme mensen, maar er zitten niet de juiste mensen op de juiste plek om uiteindelijk een project succesvol te maken. Er zitten heel veel te veel mensen op te veel plekken. Er kunnen veel minder mensen op veel minder plekken zitten. Want laten we dat ook nog even wat helderder maken. Want volgens mij, daar heeft u ook wel een punt te pakken. Als we kijken naar de modernisering van de gemeentelijke basisadministratie, dan is de conclusie die wij ook uit ons onderzoek trekken, is dat de rollen en de verantwoordelijkheden niet eenduidig waren vastgelegd. Alles vrij algemeen en procedureel beschreven was. En er onvoldoende corrigerend vermogen was om knelpunten weg te nemen. Is dat wat u ook bedoelt? Ja, dat project is wat dat betreft echt toch een uitzondering. Het had heel zwak management. Er zaten best een paar hele goede mensen op. Uiteindelijk, men kwam maar niet uit de PowerPoint-fase. Dat wat je wel vaker ziet overigens. Hè? En waarom precies? Uiteindelijk zat ik natuurlijk toch aan de buitenkant. En op een gegeven moment raakten ze daar zelf ook heel gefrustreerd over. Ook dat hadden ze met de beste bedoelingen gedaan. Ze hadden een extern platform van een expert van alle 8 leveranciers. Ik zat er namens Occam. En die werden steeds kritischer. En op een gegeven moment ging gewoon de deur dicht. En daar heeft niemand ooit meer iets gezien wat daar binnen gebeurd is. Dus alles wat er na halverwege 2011 is gebeurd, heeft zich in het donker afgespeeld. En daarvoor zat gewoon het basale probleem dat ze daar... Ze hadden één echt topper daar zitten. Die heeft ook een datamodel gemaakt, wat heel belangrijk is en ook echt heel moeilijk is in die organisatie, heeft me verteld. En verder kwam er gewoon niks uit. En waarom dat nou precies zo is, dat kan ik niet helemaal. Ja. Kijk, er is hij weer. Als je op een gegeven moment, dan wordt er een programmamanager aangetrokken. Iemand van BZK zelf. En iemand zet 2-3 jaar voor zijn pensioen. Dus het oorspronkelijke plan zou die al weg zijn voor zijn pensioen. Sorry, zou hij met pensioen zijn voordat hij klaar was met het traject? En denk ik bij mezelf, wie bedenkt dat nou om zo'n meneer daar op zo'n project te zetten? Dus een ander aspect is dat mensen op een project te kortdurend erop worden gezet. En dus niet lang genoeg hun kennis en expertise. Het is hetzelfde effect, het is een gevaarlijk project. Ik kom even de militaire achtergrond. Je bent verkenner, de kans dat je langer dan 3 dagen overleeft is klein aan het front daar. Ja, dan kan je beter iemand anders sturen. Zo werkt het echt. Dus dan is het een bewuste risicocalculering geweest om iemand daar op het project te zetten. Is de meest waarschijnlijke verklaring. Toch bijna met pensioen was. Ja, dat is de meest waarschijnlijke. En dat zie je, dat zag je dus bij UWV ook. Heb ik ook in mijn brief beschreven. Je iedere keer weer ziet dat er weer externe aangetrokken worden. Die ook een compleet koninkrijk kunnen opbouwen.
En pas als de zaak er staat, ja, dan komt de staande organisatie weer aan zitten. En de effecten daarvan op allerlei gebieden, die zijn natuurlijk ongelooflijk groot en negatief. Ik kom nog even één keer terug op de ICT-kneuzen bij de overheid. Want u zegt tegelijkertijd dat zijn wel slimme mensen. Ja. Maar waar zijn ze dan slim in? Blijkbaar niet in ICT. In datgene waar wij allemaal goed in zijn, in overleven. In moeilijke omstandigheden. Daar bent u goed in, daar ben ik goed in, daar zijn zij ook heel goed in. Nou, dat zal nog moeten blijken of ik er goed in ben. Maar, maar ik ga geen opmerking over misschien wat geld toch maken. Iets meer. Maar uiteindelijk bestaat dat overleven dan uit voor hen? Nou ja, als je heel ik heb ook geprobeerd in mijn brief ook te beschrijven hoe die context van UWV is. Dat die mensen voortdurend bedreigd worden, met weggesaneerd worden. Dat het een hele nare omstandigheden zijn om te werken. En dat dus die organisatie van hoog tot laag mechanismes heeft ontwikkeld om zich daartegen te weer te stellen. En daar kan iemand op promoveren. Maar een hele simpele bijvoorbeeld is van knip een proces in heel veel stukjes en geef nooit feedback. Sorry, terugkoppeling. Maar is zo'n mechanisme dan ook het stilzwijgend accepteren van falen om te kunnen overleven? Ja. Ja. Ja, dus ja. Ik denk nog steeds dat heel veel mensen zouden bij UWV zoiets hebben van dat kapsysteem had ook best gekund. Uiteindelijk is het toch allemaal best goed gekomen. En hebben ze een politieke reden, hebben ze voor dat systeem van het rotbedrijfje gekozen. Als het gefaald was. Kijk, ook daar weer, dat WIA-verhaal was heel extreem. Maar ook voor die Polis-administratie, als die gefaald was, dan had het gewoon betekend dat een hele taakverdeling naar de Belastingdienst niet doorgegaan was. Dus dat was echt best een belang. En als, je hoort mij dus niet zeggen dat er mensen serieus aan het versteren zijn. Maar het is geen ramp als het gebeurt. En dan zie je bijvoorbeeld ook een mooie anekdote van dat WIA-project. Ik heb van een collega gehoord, die er dichtbij zat. Die zegt van, er werden echt mensen geselecteerd die geen verstand van uitkeringsprocessen hadden. En de argumentatie erbij was, we gaan een systeem bouwen wat heel flexibel is. Dus we willen geen mensen aan boord hebben die verstand hebben van die bestaande uitkeringssystemen, want die gaan alleen maar weer dezelfde dingen bouwen. Dat is een fantastische redenering. U zei, geef geen feedback, hè? Dat is een van de strategieën. Ja. Nou hebben we vanmorgen gehoord dat er wel op verschillende manieren feedback gegeven wordt. Bijvoorbeeld meneer Leter, die vertelde dat hij verschillende keren had aanbevolen om bijvoorbeeld in gebreken te stellen of zelfs te gaan procederen, maar dat ergens smoorde en uiteindelijk niet gebeurde. Nee, sorry, ik heb het over de processen, over de herhalende processen. Laten we zeggen, er wordt een ontwerp gemaakt. Ontwerp gaat over de muur naar iemand die het moet reviewen. Die schrijft er een stuk bij, want het is niet goed, moet anders. En dan gaat het niet terug naar degene die het ontwerp gemaakt heeft, dan gaat het door naar degene die moet bouwen. En degene die het moet testen, die heeft weer andere stukken gekregen. Dus de processen zijn zo opgezet dat standaard alles een aantal keren overnieuw moet. Daarnaast is het zo dat er daadwerkelijk mensen zijn die hun nek uitsteken overal. Wat ik gezien heb van meneer Leter, petje af. Maar dat zijn uitzonderingen. En dat wordt dan wel weer gesmoord in die keten tussen iemand ergens op een werkvloer en de minister. Goed, zo kunnen er dus projecten ontstaan die, nou ja, voortgaan, zullen we maar zeggen. Ja. Terwijl ze wellicht ook gestopt hadden moeten worden. Ja. En waarom gebeurt dat stoppen niet, volgens uw opvatting? Ja, omdat niemand daar belang bij heeft. Ja, er is niemand die wint bij stoppen. Heeft u zelf als leverancier wel eens het advies gegeven om te stoppen? Ja, all the time. En? Dat is nooit gelukt. Maar wij zijn geen consultancy. Wij zijn van alles en nog wat. Maar we zijn geen software improvement group of zo. Die, begrijp ik. Dus, nee, maar u zit hier wel natuurlijk om de wereld beter te maken. Maar het is u toen niet gelukt in ieder geval. Nee, wat in ieder geval gebeurt. Wij zijn op een gegeven moment in 2003. Ze hebben wij getekend voor de migratiestrategie. Hoe ga je van al die oude GAK-systemen over naar die nieuwe Polis-administratie? En dat ging helemaal fout. Dus zijn we gewoon heel hard gaan duwen en trekken. En het resultaat werd dat we het kantoor uitgegooid werden, bijna fysiek. En de reden daarvoor was ook wel heel logisch. Want de zittende organisatie, die moest je niet lastigvallen. Want dat leverde allemaal gevaarlijke dingen op. Uiteindelijk. Dat is weer het idee van vechten en vluchten. We hebben een aantal keer geprobeerd, toen in onze naïeve tijd, om echt daar dingen veranderd te krijgen. Daar win je niet mee.
Zijn er ook contractuele belemmeringen om projecten die gaan mislukken stop te zetten? Niet dat ik weet. Nee. Maar ik heb er nooit een contract onder ogen gezien, maar dat is zwaar bedrijfsgeheim. Ja. Maar wat zou je wel moeten doen om dat nou te bevorderen? Hè? Fast to failure, snel. Hè? Als het dan moet mislukken, moet het zo snel mogelijk gebeuren, moet het snel mogelijk helder worden. Ja. Wat staat daar in de weg? Hoe kunnen we dat faciliteren? Ja, dus er zijn allerlei ideeën daarover en die zijn allemaal goed. Maar als je het echt veel safe wil hebben, dan moet je er dus voor zorgen dat er partijen in dat systeem belang bij hebben dat het tijdig faalt. Er zijn allerlei methoden om dat te doen. Daadwerkelijk inderdaad vaststellen dat iets mislukt is en een bestuurders de laan uitsturen, dat zal ongetwijfeld helpen. Het zal een tijd duren voor dat effect door, maar in 2025 zul je dat zeker gaan merken dan. Maar in het algemeen gesproken ben ik heel erg pessimistisch gestemd, ook vanwege dat GBA-voorbeeld waar u met uw neus bovenop zit. Dus ik geloof eerlijk gezegd niet dat het systeem zichzelf kan hervormen. Ik geloof dat, waar ik wel in geloof, zonder dat ik denk dat het ei van Columbus is extreme openheid. Er is geen enkele reden waarom alle aanbestedingsdocumenten niet openbaar kunnen worden gemaakt. Er is geen enkele reden waarom al die verhalen over bedrijfsgeheimen, bullshit. Echt niet. Dus je kunt als je die dingen verandert en vervolgens ook zegt van groot project, iedere 3 maanden gewoon op het internet zetten wat de stand van zaken op dat moment is. Zijn dat alleen de aanbestedingsdocumenten of heeft u het dan ook over broncodes en dergelijke? Broncodes, er zijn een paar dingen te bedenken die je niet zou moeten willen, maar dat zijn echt een handje vol. Alles openbaar maken. Dus een van de rare paradoxen is, de overheid heeft als beleid, wij willen software gaan bouwen met hulpmiddelen die open source zijn, waar alles bekend is, en de dingen die wij gaan maken zijn bedrijfsgeheim. Van belastinggeld. En dat is de standaard. Mag ik nog 1 ding even terughalen, wat ik gewoon domweg niet begrijp. U zegt, je moet ergens belang bij hebben, dat snap ik. Ik had hiervoor een bedrijfje, voordat ik Kamerlid werd. Ik weet veel te weinig van ICT, dat had ik uitbesteed. Als daar, er werd gebouwd en zo groot was het allemaal niet. Maar als er iemand was geweest, of als er iemand tegen mij zei, vanuit de leverancierskant, dat was u, bij de overheid, tegen mij, je moet het echt niet zo en zo doen, want dan wordt het 3 keer zo duur. Je moet het zo en zo doen, dan werkt het net zo goed en het is een stuk goedkoper. Dan zou ik toch wel gekke Henkie zijn als ik daar niet naar zou luisteren. Waarom luistert die overheid in uw visie, in uw voorbeelden, niet? Omdat luisteren niet loont. Maar mij loont dat, want het kost mij gewoon een derde, dus ik verdien 2/3. Maar u heeft geen suikeroom. Voor de overheid geldt dus, en dat wil ik even kijken hoe u daar tegenaan kijkt, dat kennelijk, en ik stel het als een vraag, dat kennelijk in uw redenering mensen daar met monopoliegeld zitten te spelen. Ja, dat is zo. Maar dat is echt geld en dat is van de belastingbetaler. Dat is zo. Dat is echt zo. Ik zal weer een extreem voorbeeld geven. Via project loopt in mist in. Ik word benaderd door een kennis van me. Die heeft een bedrijfje, ook zo'n klein rotbedrijfje, net zoals wij. En die zit alleen niet aan de datakant, maar aan de slimme processenkant. En die zegt, ik heb een van mijn mensen aan het werk gezet. En die heeft in 2 weken tijd de complete uitkeringsprocessen geautomatiseerd. Kan je laten zien. Nou is een systeem wat meer dan dat. Maar het is echt gewoon, de kern had hij geautomatiseerd in 2 manweken tijd. Ik zeg, nou, ik breng je in contact met UWV. Ik had een collega daar zitten werken en die man kon de prestatie houden. Die kwam juichend terug, ze stonden op de banken gewoon. Dus die rekenen zichzelf al helemaal rijk. En daarna hoorde hij niks terug en na 3 weken belde hij me weer. Zei, ik hoor maar niks terug van UWV. Dus ik zei van, ja, ik zal wel eens vragen bij mijn partner die erop zit. En toen kwam ja, hij moet maar met Logica en nu CGI gaan praten. Want ja, die hebben de aanbesteding gewonnen. Nou ja, dat gesprek is er niet eens gekomen. Want die werden uurtje factuurtje betaald. Die zaten daar niet op te wachten. Dus en volgens, wat denkt zo'n UWV'er dan? Die denkt ook van, ik die aanbesteding openbreken. Maar we hebben het hier niet over 200 euro verschil. Nee, we hebben het hier over miljoenen. Dit geintje heeft gewoon, dit grappige voorbeeld. Ik ken deze jongens echt heel goed. Risco in Utrecht, ik heb geen enkel belang in ze. Ik denk van als dat gebeurd was, dan was het echt, dan had het spel anders gelopen. En met welk bedrag als verschil? Ja. Grofweg? Ik,
Ik denk dat de WIA te bouwen was geweest, en dat is niet helemaal hetzelfde antwoord, voor een bedrag van 1,5 miljoen. Dus niet 2 man weken werk is dat, hè? Er moet heel veel bij zitten. Ja. Maar ook daar weer geldt weer van, ik zat dus bij de Polisadministratie. Ja. Maar 1,5 miljoen in plaats van? De officiële schade is 89 miljoen. Dat is volgens mij een groot verschil. Maar de voorcalculatie was ook geen 5 miljoen, hoor. Dat snap ik. Ik kijk even rond. Zijn er aanvullende vragen aan de andere kant? Paul Udebelt. Ja, eentje. U doet hele grote verwijten. U kent het mechanisme waarmee de overheid zich verdedigt. Welke reactie zullen wij van de minister van Sociale Zaken krijgen over uw aantijgingen die u over het UWV maakt? Waar moeten wij in rekening mee houden? Nou, om te beginnen doe ik niet hele grote aantijgingen. Als er iemand begrip heeft voor hoe die processen allemaal verlopen, dan ben ik het. Als ik aantijgingen doe, dan is dat eerder aan uw adres dan aan het adres van al die ambtenaren in de... Ik vind logisch wat er gebeurt. Maar goed, als je even dan kan concreet... Er zijn daar dingen heel erg fout gegaan. In de jaren tot 2011. Wat u daar verder mee politiek mee doet... Moet u weten, waarom ik het opgeschreven heb, is enerzijds omdat wij toch op een gegeven moment afspraken met UWV hebben gemaakt van, er zijn hier een paar dingen gebeurd. Er is al een proces in gang gezet wat leidt naar een parlementair onderzoek. We gaan niet zomaar zeggen van, er is niks aan de hand. Maar veel belangrijker denk ik dat minister Asscher, Sociale Zaken en UWV ongelooflijk veel kunnen leren als ze... Die brief die ik u gestuurd heb, tot zich zouden nemen. Want het mooie van het verhaal is, bijna al het management is vervangen. Er zit bijna alleen maar nieuwe mensen op de plekken die het te doen. En het zou zo goed zijn als die mensen zouden weten wat zich er allemaal afgespeeld heeft. Want een heleboel processen, een heleboel krachten zijn nog precies hetzelfde. Ik wil kort ook nog even terugkomen. Kan ik het zo goed bevredigend hebben? Daar let ik op. Sorry, excuus, ja. Mevrouw Waarschot. Ik wil kort nog even terugpakken op uw verhaal over het suikeroom. Want we hebben het zo net ook voorgelegd aan de heer Flippo. En die zei dat hij binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij toe gewerkt heeft, nooit geld kon uitgeven zonder toestemming van de directeur Financiële en Economische Zaken. Hij zei, het is onbestaanbaar dat ik in zo'n suikeroomconstructie terecht zou komen. Hoe... Kijkt u tegen zijn uitspraak aan? Ja, misschien heeft hij het over... Waar ik het over heb, is dat een organisatie een aparte geldstroom krijgt voor een project. Een geëarmarked geldstroom. Voor een project wat zij uit moet voeren in haar belang of het belang van weer een derde partij. Daar heb ik het over. Als dat daar niet zo was, dan kan ik natuurlijk zeggen van... Nou ja, er zit ook geen enkel project van Buitenlandse Zaken in jullie lijstje. Dus dat siert ze dan. Maar inderdaad, als Buitenlandse Zaken geld van Buitenlandse Zaken gebruikt voor ICT-projecten van Buitenlandse Zaken, dan klinkt mij dat redelijk gezond in de oren. Dank. We hebben met elkaar een aantal problemen, ICT-problemen met elkaar besproken en ook de achterliggende oorzaken. Daar heeft u ook suggesties en informatie over gegeven. Maar het is ook goed om vooruit te kijken. En wat ziet u als belangrijkste verbeterpunten? Waar moeten we beginnen om deze problemen in de toekomst te voorkomen? Het zou zo geweldig zijn, maar ik heb daar geen oplossing voor hoor, als zeg maar hoge ambtenaren die heel erg vaak, die ook in dit systeem zitten. Ik heb ook met echt een van de topambtenaren gesproken, zei ja, we houden elkaar volledig gevangen in dat systeem. Het zou zo mooi zijn als dat op tafel zou komen vanuit de ambtenaren. En hetzelfde, dat stelt mij nog veel meer teleur. Er wordt steeds gepraat over IT-bedrijven die inhalig zijn en heel veel winst maken. Nee, ze maken niet heel veel winst, ze maken heel veel omzet. Die hele markt gaat naar zijn galamiezen. Het is hetzelfde, vergelijk het maar met de hele bouwfraude-affaire. Je kan niet zeggen dat, als ik me goed herinner, dat de bouwbedrijven zulke enorme winsten gemaakt hebben in die tijd. En nu allemaal enorme verliezen maken doordat ze niet meer overheden kunnen omkopen. En dus het hele systeem, iedereen verliest bij dit systeem. Ook grote IT-bedrijven verliezen in dit systeem. Ook ambtenaren. Dus ergens moet je dat probleem op tafel kunnen krijgen. En wat ik het gevoel heb, ik heb gewoon gevraagd aan die persoon die gesproken heb van, waarom zeg je dat niet tegen de Kamer? Ik zeg, pas al op. Nou, dat wordt niet gewaardeerd.
Want? Nou, het ambtenarenkoor voelt zich niet veilig. Of respecteert u onvoldoende, dat weet ik niet. Om gewoon dit soort systeemproblemen, die echt wel worden onderkend, om die aan de orde te stellen. En wat vindt u dan van de rol van de Tweede Kamer? Wat zou er hier moeten veranderen? Nou, wat jullie in ieder geval kunnen doen, is jezelf minder onderdeel van het probleem maken. Dat is toch echt... Kijk, die zes projecten, die hebben in mijn ogen alle zes ook hele zwakke business cases. Dat woord mag ik gebruiken. Dat is ook logisch. Als je iemand anders betaalt, dan is altijd de vraag van... Zou er een centraal landelijk C2000 systeem komen als de zwaailichtsector dat zelf had mogen betalen? Als de overheid had gezegd, kijk, hier heb je extra geld, waar zullen we het aan uitgeven? Hadden ze wellicht iets heel anders gezegd. Ik denk dat ze iets heel anders hadden gezegd. Als je nu zegt, hey, gemeente, jullie staan voor een enorme taakstelling. Hier heb je 30 miljoen van minister Plasterk. Je mag het besteden aan de modernisering van de GBA. Maar je mag het ook aan iets anders besteden. Dan denk ik dat dit wel eens aan iets anders besteed zou kunnen worden. Als meneer Bruins van het UWV de kans zou krijgen. Volgens mij krijgt hij die nu niet namelijk. Om al die brakke oude processen te automatiseren. En de ruimte te geven voor die arbeidsmarkt op dit moment die verschrikkelijk in de knel zit. Dan is dat misschien ook een veel betere allocatie van middelen. Dus als je op een gegeven moment dan ook echt een organisatie de ruimte geeft om met keuzes te komen, die moet je wel verantwoorden natuurlijk. Nou, dan gaan misschien dingen wel veel beter. Dus het start in elk geval met betere business cases? Absoluut, ja. Ja. En uiteindelijk het probleem, en ik heb er ook geen oplossing voor, als je met iets komt, je moet tegenspraak organiseren. Je moet op een gegeven moment iemand weten te vinden. Wie zou die tegenspraak kunnen geven? Ziet u dan voor zich? Kijk, bijvoorbeeld, ik heb in 2008 of 2009 heb ik al een keer een blog geschreven over de modernisering GBA, gewoon voor de vakbroeders. Ik vind dat die modernisering GBA echt gestaakt moet worden. Niet alleen omdat het nu fout loopt, maar ook omdat wat er ligt helemaal geen business case heeft meer. Ook als het helemaal goed gaat, dan hebben we nog heel veel geld weggegooid. En ik heb zoiets van, ik ken wel meer mensen die hun nek zouden willen uitsteken. Alleen hebben ze er geen belang bij. Dan zijn er wel mensen, die maakt er geen vrienden mee. Dat moet je dan doen omdat je een soort intrinsieke drive hebt. En dan is mijn antwoord toch uiteindelijk dat ik geen antwoord op de vraag heb. Want als mensen geen belang erbij hebben, dan moet je maar hopen dat er een of andere gek als meneer Veldwijk of meneer Miedema aan de boom gaat zitten duwen. Maar in elk geval zal het iemand moeten zijn die een onafhankelijke positie heeft. Ten opzichte van de organisaties die... Absoluut, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Een soort ombudsachtig. Ik ben zelf heel erg gecharmeerd van het ombudsmansysteem. Hetzelfde verhaal. Dat hangt heel sterk af van de kwaliteit van één of twee personen. Dat is altijd met de normale ombudsman ook zo. Maar het zijn labmiddelen. Het systeem... Dus ik geloof meer wat dat betreft in veel hogere niveaus van transparantie. Weet je, het Estlandse systeem, alles wat met belastinggeld betaald wordt, is ook gewoon openbaar. Dus als principe. Dan ziet u ook, stel dat dat gebeurt, hè, ziet u dan ook dat iedereen naar elkaars producten gaat kijken en daar kritiek op gaat leveren? Weer een soort stilzwijgende... Ja. Kijk, als ik opdrachtgever zou zijn, dan zou ik zeggen van, ik ga op andere manier ga ik aanbestedingen doen. Hè. De mogelijkheden die de wet overigens nu ook al biedt, hè. De leed heeft natuurlijk veel meer verstand van. En volgens zou ik zeggen van, 3 maanden in het project laten nummer 2 en nummer 3 die de aanbesteding verloren hebben, maar eens hun licht erover laten schijnen. Want die zitten helemaal in het systeem ingewerkt. En natuurlijk is er een partij met een ander belang, maar zo organiseer je tegenspraak. Zo zijn er allerlei mechanismen die steeds als grootste gemene deler hebben, dat je gaat proberen om gezonde belangstegenstellingen te creëren en die uit te nutten. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb wel wat dingen, maar ik heb niet het gevoel dat er echt één ding is, was het maar waar. Hè. Als je dat nou doet, dan komt het verder wel goed. Heel veel dingen die ik nu, waar ik heel bang voor ben, als je symptomen gaat bestrijden, dan ga je de dingen echt erger maken. Want bijvoorbeeld, er wordt gezegd, de minister moet verantwoordelijk worden voor de ICT. Hop, dan komt er weer een verantwoordelijkheidslijn bij. Dus we smeren in de overheidssfeer sowieso al graag verantwoordelijkheid uit over zoveel mogelijk personen. En dus er zijn allemaal van die dingen waarvan je zegt van,
Ik heb het voorbeeld al gegeven van advies van professor Mulder. Een heleboel dingen kun je gewoon ten kwade aanwenden als je doelstellingen anders zijn dan die van je opdrachtgever. Over een groot aantal zaken hebben we van gedachten gewisseld. Is er een bepaald onderwerp niet genoemd wat u wel aan de commissie had willen voorhouden? Poef. Ja, heel veel. Ik ben heel erg blij dat ik de gelegenheid ben geweest om proberen om die spa dieper te gaan. En ik zou het heel erg fijn vinden als jullie als commissie al die goede dingen die gezegd worden willen zien als symptomen en niet als kwaal. Want als je dan op een gegeven moment met dingen komt om de kwaal te bestrijden, dan moet je dat wel toetsen aan, denken wij nou dat die symptomen gaan verdwijnen? Dus ik denk ik hoop dat het me gelukt is om een spaatje dieper te gaan. Zonder dat het zo is dat hier nou weer het verhaal is van wat een sinistere ambtenaar of een sinistere ICT-bedrijf. Dat is dus niet zo. Welke, nou laten we zeggen, twee structurele dingen zouden wij, als we de macht zouden hebben, morgen moeten invoeren om de kwaal die u beschrijft, om daar wat aan te doen? Alle producten, alle ICT-producten die we maken, ontwerpen, programmacode, alles wat vrijgegeven kan worden. En dat is echt heel veel, bijna alles vrijgeven. Dus alles wat wij voor ons belastinggeld wordt gemaakt, is in beginsel te gebruiken door iedereen. Dat heet open source. En het andere verhaal is monisme in de aansturing. Dus de suikeromen is een voorbeeld van een dualistische aansturing. Matrixorganisaties zijn daar voorbeelden van. En je wil zoveel mogelijk de lijnen en de belangen gelijk trekken. Dus als er een uitkeringsdirecteur bij UWV in een systeem vergebouwd wordt, dan moet die vanaf dag 1 verantwoordelijkheid zijn voor dat systeem. En voor het budget. En voor het budget. Dus eenhoofdig leiderschap, absoluut. Zou ik het zeggen. Ja. Ik kijk even rond. We zijn iets uitgelopen, maar dat is niet zo'n groot bezwaar. Hartelijk dank voor uw komst. Ik sluit de vergadering.